Welcome at Schiphol Behind the Scenes. My name is Ron, I'm the driver of this bus. During the tour you will get informated by video in Dutch with the English subtitles, and sometimes I'll tell you something in English. It's not allowed to eat or drink in the bus. The screens aren't touch screens, so you don't have to touch them, and standing and walking while we're driving is also not allowed. Only standing for making a picture, that's allowed. And as last, please let the curtains down where they are, then you see the most of the tour. I wish you a nice tour. Welkom bij Schiphol Behind the Scenes. Ik ben Jurjen, jullie gids. Zit je lekker? We gaan namelijk een uur samen op pad. Tijdens ons rondje Schiphol zal je gaan zien en beleven dat achter de wereld van vliegen een geoliede machine schuil gaat. Zo kom je alles te weten over bijvoorbeeld de geschiedenis van Schiphol, hoe landen en opstijgen werkt, over de natuur hier, hoe het is om een private jet te bezitten. We gaan langs bij de brandweer in de sneeuwvloot. En ik ga misschien te snel, maar het is ook zo fascinerend allemaal. Je gaat het zo zelf ervaren. Hoe gaan we te werk? Bij elk onderwerp komt eerst een foto in beeld, zodat je weet waar je naar moet kijken buiten. De pijlen in beeld geven aan of iets zich links of rechts van je bevindt. Leun lekker achterover en laat de informatie fijn op je afkomen. Sommige onderwerpen leg ik uit aan de hand van een foto of filmpje. Dat komt omdat Schiphol streng beveiligd is en lang niet alle plekken toegankelijk zijn voor het publiek. Gelukkig mag ik wel overal komen en ik neem je graag mee op ontdekkingstocht. Het filmpje speelt zich dan af op de schermen voor je. Zijn jullie er klaar voor? Goeie reis! Hier links is een kleine vliegtuigparkeerplaats, dan worden cabinegoederen ingenomen en dan worden ze af en toe gewassen. En als het winter is en het vriest, worden ze daar gedeiced, oftewel van ijs ontdaan. On the left side and the other side of the highway you can see a small airplane parking. It's where the cabinegoods will take in and sometimes the washing machines over there. And when it's freezing, they de-ice them there. Vanwege de schepen die er destijds vergaan zijn. Leuk, maar waarschijnlijker is het dat de naam Oost-Gotisch is en komt van skip, hout om te hakken, en hol, laaggelegen land. In 1916 werden hier de eerste vluchten uitgevoerd toen het nog een militair vliegveld was met één grasbaan. Dit maakt Schiphol de oudste luchthaven ter wereld die nog steeds op dezelfde plek ligt. Sindsdien is er een hoop gebeurd en de manier waarop oogst bewondering wereldwijd. Airport City Schiphol krijgt vele prijzen en awards. A380, oftewel de Airbus 380, is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Heeft 2 verdiepingen en kan in de verse die hier landt 515 mensen meenemen. Hij is van de Emiraten, zeer luxe ingericht, met bijvoorbeeld een grote... Aan je rechterzijde zie je een helikopterplatform met daarachter een loods. Dat is de KLPD, de politie in de lucht. Ze hebben vliegtuigen en helikopters met video- en infraroodcamera's die vanuit de lucht alles in de gaten kunnen houden. Dat kan zijn bij evenementen, bij opsporing van vermiste personen, maar ook bij problemen in de binnenstad, zoals roofovervallen, geweld op straat en demonstraties. We zijn hier bij het General Aviation gebouw. Dat is de terminal voor private jets. Ik ga maar vast even inchecken. Dan zie ik jullie zo aan de achterkant. Daar is het platform voor de private jets. Schiphol al meer dan 5 miljoen passagiers ontvangen. Bijna een verdubbeling in slechts 3 jaar tijd.
en de passagiers blijven komen. Daarom wordt eind jaren 80 een masterplan gemaakt. Dat betekent weer een ware metamorfose. Uitbreiding van de stations en een nieuwe, nog hogere verkeerstoren, plus uiteindelijk de opening van de polderbaan in 2003. Hier rechts, de oude toren, aan de Old Tower. En zichzelf innoveren. Tja, van het kleine grasveldje is het uitgegroeid tot een prachtige airport city die altijd open is. Later vertellen we je hier meer over. De oude verkeerstoren heeft niet altijd gestaan waar hij nu staat. Hij heeft hier gestaan op deze grote open plek samen met het stationsgebouw. Het stationsgebouw is gesloopt en de oude toren hebben ze bewaard gehouden en dat is nu een restaurant. The old concert tower at Storff's Centrum Spot was now that stand here on this great open spot. It's been moved and it's now a restaurant. Zo'n 500 medewerkers 24/7 achter de schermen om alle vluchten wereldwijd zo punctueel mogelijk te laten vertrekken en aankomen. Gaat er iets mis? Dan wordt er gecoördineerd vanuit deze oplossingenfabriek. Het is niet toegestaan om foto's te maken van de beveiliging. It's not allowed to make pictures of the security. Kijk je hier rechts naar buiten, dan zie je veel gebouwen en grote loodsen staan. In deze hangars plegen ze onderhoud aan vliegtuigen. Deze komen binnen voor middelgroot onderhoud of voor een grote beurt. Later meer hierover wanneer we langs de KLM Engine Services rijden. Het gebouw hier rechts wordt de eierdoos genoemd voor hele grote eieren. The building on the right, they call the egg box of very big eggs. In de grijze kubus hier rechts zit een windtunnel. Er worden motoren getest voordat ze onder de toestellen gehangen worden. En de muren van het gebouw zijn maar 1,5 meter dik. In the grey cube here on the right there's a windtunnel there to test the engines. And the walls are 1.5 meter thick. Hier testen ze de straalmotoren van vliegtuigen op vol vermogen naar reparatie of een onderhoudsbeurt. De muur, ook wel blast fans, zorgt ervoor dat de sterke luchtstromen die achteruit de motor komen niets of niemand wegblazen. Maar ze houdt ook deels het geluid tegen. Van je ligt een mooi, weids uitzicht met in de verte Schiphol Centrum. Je kunt in totaal 3 verkeerstorens zien. Zoek en ontdek de grote toren. Nou, die is moeilijk. Ruim 100 meter hoog. Vanaf hier hebben de luchtverkeersleiders goed zicht op alle vliegtuigen die taxiën, opstijgen of landen. Soms is zelfs de skyline van Rotterdam te zien, kun je nagaan. Straks, op het einde van de tour, rijd je eronder door en kun je de toren van dichtbij bekijken. Dan, rechts, er vlak voor, ligt de tweede toren. Die dienst doet als een backup toren. En nog meer naar rechts staat de oude kleine toren op de D-pier. Verder kun je dus de Fokker 100 op het panoramaterras van Schiphol Centrum spotten. Deze is na vele vliegreizen hier geland en zeker een bezoekje waard. Thank you.
hier rechts staat een... Je zou het niet verwachten, maar overal op Schiphol vind je bijzondere natuur. De unieke ligging in een vruchtbare polder, vlakbij de kust, met een zeeklimaat, zorgt ervoor dat het gebied door veel vogels bezocht wordt als rustgebied. Hier in het landingsterrein komen meer dan 70 verschillende soorten vogels voor. Zij zien dit gebied als een rustgebied. Er komen... Wat een plaatje. Een 3 kilometer lange start- en landingsbaan. Maar hoe gaat een landing eigenlijk in zijn werk? Wanneer een vliegtuig de directe omgeving van Schiphol nadert, krijgt hij van de luchtverkeersleiding de juiste vliegrichting voor de landingsbaan door. Daarna krijgt hij toestemming om aan de landingsprocedure te beginnen. De piloot zal een vooraf bepaald pad volgen met de hulp van apparaten op de grond. Rondom de baan staat het ILS, of instrument landingssysteem, dat uit meerdere onderdelen bestaat. Eén onderdeel ervan is de localizer antenne. Deze ligt recht voor je neus. De antenne monitort de vliegrichting. Het zendt een continu signaal uit naar het vliegtuig. Dit geeft de piloot informatie over de positie van het vliegtuig voor de baan. Voor een goede landing moet je er namelijk recht voor vliegen. Goed, dan kan de piloot beginnen aan de daling. Daarvoor maakt hij gebruik van de glijpadantenne. Die zie je niet hier staan, maar dat ziet er zo uit. Het geeft continu aan waar het vliegtuig zich bevindt ten opzichte van het ideale daalvluchtpad en geeft dus aan wanneer het vliegtuig moet beginnen met dalen. Daarnaast staan voor de baan grote gele lampen in een rij achter elkaar. Die zien er zo uit. Dat is de naderingsverlichting. Deze helpt de piloot bij bijvoorbeeld weer de baan te identificeren. Wanneer een piloot de baanverlichting ziet, kan hij de digitale signalen controleren en daarna een landing maken. Oh ja, links voor je zie je een windzak staan. Rechts. Deze wordt alleen gebruikt bij het starten. Dit geeft de piloot nog een laatste referentie voor windrichting en windsterkte. Bij een landing verneem je dit van de luchtverkeersleiding. Zij maken ook gebruik van de grondradar. Ook rechts. Deze ligt ook links voor, bij de windzak. Het helpt de verkeersleiding om alle taxiende vliegtuigen en voertuigen op de luchthaven op de radar waar te nemen, mochten die dankzij slecht weer met het blote oog niet te zien zijn. Zo kunnen ze de vliegtuigen op de grond beter aansturen.
letterlijk. En toch, ondanks alle techniek, kan het heel anders uitpakken dan dat het voorspeld was. Links de A380 aan de gate, met zijn groen rood zwarte staart aan de left. De A380 aan de gate. Dit is green, red, blacktail. Het gebouw hier rechts met die groene vlakken, dat is de nieuwe Koningin Maxima kazerne voor de Koninklijke Marseille. Het eerste gebouw in Nederland dat de naam Koningin Maxima draagt. De building on the right with the green panels is de nieuwe Queen Maxima building voor de Dutch MP en Border Patrol. The first building in the Netherlands that's called to our Queen Maxima. Het gebouw links, dat grijze gebouw met die muren en anti-icing is het ijsvrij houden en het voorkomen van bevroren toestellen. En de banen moeten natuurlijk ook sneeuw en ijsvrij gemaakt worden. Dat doen de ijsberen. Ze worden de medewerkers van de sneeuwvloot genoemd. En daar hebben ze een compleet arsenaal aan materiaal voor. Meest van hun tijd, zo van september tot maart, zijn ze bezig met gladheidbestrijding. We zijn bij de brandweer beland. Wat je voor je ziet is het oefenvliegtuig waarmee ze allerlei soorten branden kunnen nabootsen. Uniek in de wereld en het staat hier speciaal voor het eigen brandweerkorps van Schiphol. Oh ja, mocht je afvragen wat dat huis daar is, dat is het brandweeroefenhuis van de gemeente Amsterdam. Schiphol telt 3 brandweerposten. Ze moeten dag en nacht binnen 3 minuten 90% knockdown kunnen hebben. Dus geblust. Elke post heeft 3 voertuigen met in totaal zo'n 100.000 liter water tot hun beschikking. Dit grote kanon kan 4500 liter water per minuut spuiten. Deze kleine hier 2000 liter per minuut. Drie sprinklerkoppen onder de wagen zorgen voor bandenbescherming en houden de cabine koel. Een systeem dat de wagen rondom nat houdt ter bescherming. En ze hebben ook nog 750 liter schuim bij zich. Nou, dat moet wel lukken. Wat ze precies moeten doen hangt af van de ernst van het incident. Meestal is het gewoon direct het toestel afkoelen en dan deuren openzetten. Maar ze doen meer dan het bestrijden van branden alleen. Ook brandpreventie en ingrijpen bij kerosinelekkage. Stilstaan zodat we van het fraaie uitzicht kunnen genieten. Aan onze voeten ligt namelijk een mooie, innovatieve airport city. Want een stad, dat is precies wat Schiphol is. Met veel winkels, kantoren, de politie, hotels, een apotheek, een casino, een museum, een spa, een mortuarium, een bibliotheek en je kunt er zelfs trouwen. Schiphol is veel meer dan de plaats waar je reis begint of eindigt. Zo vormt ze een belangrijke motor voor de Nederlandse economie. De bedrijven op Schiphol leveren 170.000 banen op en een toegevoegde waarde van circa 26 miljard euro. Dat is meer dan 3% van het bruto binnenlands product. En net zoals een stad gaat Schiphol nooit dicht. Dag en nacht is er activiteit en zijn er faciliteiten open voor reizigers, bezoekers en werknemers. Als de 24-uurseconomie ergens is begonnen, dan is dat wel op Schiphol.
En als we de tunnel door zijn en u kijkt meteen naar links, dan ziet u nog een keertje de A380, maar dan vanaf de achterkant. And when we are through the tunnel, and you look to the left, then you can see the A380 from the back. Well, that's it almost. I hope you liked it. If you liked it, please like us on Facebook. That's what we like. Or make a comment on TripAdvisor. That's what we like too.